dames en heren, jongens en meisjes. Mijn naam is Koos de Vos. Ik ben wethouder hier in Meppel. Onder meer heb ik in de portefeuille sport en daarom ben ik ook hier. We hebben vorige week al de nationale opening gehad van de Nationale Sportweek in Enschede. Gisteren hebben we al iets gedaan voor het lager onderwijs. En nu zijn we dan bij Drenthe College, MBO, in het kader van het project Bikkels. Jullie gaan, het is de bedoeling van die Nationale Sportweek om weer eens de attentie te leggen op bewegen, sportief zijn, het gaan sporten. En voor wat betreft de MBO gaat het wel om iets heel speciaals, namelijk hele bijzondere sporten. Mevrouw, u heet? Mijn naam is Yvonne Bosma. Ik ben projectleider van een project om sporten in het MBO terug te krijgen. Prima. We zijn hier nou bij Bikkels op de Stoep. Wat houdt precies Bikkels op de Stoep in? Bikkels op de Stoep, dat is een evenement dat is ontwikkeld door 3 sportbonden. Met het idee, wij willen sport dicht bij jongeren brengen. En het moet dus laagdrempelig zijn en het moet ook nieuw zijn. Want het is gericht op jongeren vanaf een jaar of 15. Waarvan we zien dat zij veel stoppen met reguliere sporten, met voetbal. Weet je wel, al die clubsporten stoppen ze mee omdat ze gaan werken of ze willen uit op zaterdagavond. Dus we moeten op zoek naar nieuwe sporten om die leerlingen te triggeren om toch aan sport te gaan doen. Vandaar dit evenement op de stoep van Drenthe College. Dus eigenlijk is het doel van de sport om deze jongelui aan het sporten te krijgen? Dat is het helemaal. En wij hopen eigenlijk dat ze, doordat ze vandaag bijvoorbeeld gaan klimmen, dat ze denken, wauw, dat vind ik leuk, dat ga ik in mijn vrije tijd ook nog een keertje doen. U hebt het al over klimmen, maar waarschijnlijk zijn er nog veel meer andere sporten. Welke sporten zijn er eigenlijk allemaal? Ja, wat wij vandaag hier op de stoep van Drenthe College gaan doen, is dus klimmen op een klimrots en een klimwand. We hebben het vechtsport, taekwondo. Dat hebben we nu naar binnen verplaatst. Normaal gesproken doe je dat ook hier buiten op de stoep. Maar omdat het vandaag een beetje dreigend is, hebben we dat naar binnen gehaald. En in de binnentuin van onze school gaan de leerlingen rugbyen. Prima. Dat zijn de 3 sporten die we hier op locatie doen. Omdat we heel veel leerlingen hebben, gaan we ook naar buitenlocaties. Gaan we naar sportpark Ezingen, waar de leerlingen gaan atletieken. Nou, juist een hele traditionele, eigenlijk de oudste sport die er bestaat. En de leerlingen gaan naar het zwembad Hesselingen, waar ze gaan beachvolleyballen. U wordt heel hartelijk bedankt. Nou, heel graag gedaan. Oké, en veel succes vandaag. Dank u wel. Okay.